In alle resorten van het district Para zullen er grote onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden bij Trense en Kreken. Het initiatief is als voorzorg ten behoeve van goede ontwatering, zegt districtscommissaris Marlene Joden van het bestuursgebied in gesprek met onze nieuwsdienst. De werkzaamheden geschieden in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken. Lokale ondernemers pakken op eigen initiatief ook wegen aan die aan herstel toe zijn. Misschien kan ik dit even doorgeven. De ondernemers van het TBT-gebied, moet ik zeggen, die zijn wel bezig daar de weg zelf aan te pakken. Dus met hun eigen equipment, met hun eigen geld hebben ze de weg aangepakt. Ze hebben zelf 2 bruggen zelf gedaan. Dus dat zijn bepaalde werkzaamheden. Dat de meeste zijn, moeten zelf door de ondernemers gedaan worden. Ja. Okay. En ook in het Carolina-gebied heb ik de ondernemers, omdat ze nu een eenheid hebben. Oké, dat hadden ze al eerder, maar nu zijn ze samen in een appgroep en ze proberen samen bepaalde dingen zelf op te lossen, omdat OW voorlopig nog geen, nog niemand, laten we zeggen, een contractor heeft om de wegen aan te pakken waar men werkt. Dus nu hebben ze zelf hun dingen gedaan, de ondernemers zelf. Joden zegt verder dat lokale ondernemers uit haar bestuursgebied uit eigen zak ook enkele bruggen hebben opgeknapt. Na de klachten op sociale media over de staat van de bruggen, zegt de burgermoeder verrast te zijn met het handelen van ondernemers. Als DC staat zij dan ook voor personen die samen met haar willen werken aan de ontwikkeling van het bestuursgebied.